De keuze van het masker is cruciaal voor het welslagen van de therapie. Want het masker moet aangepast zijn aan de neus van de patiënt en er is geen enkele neus op aarde die dezelfde is als de andere. Gelukkig zijn de materialen dermate geëvolueerd dat de maskers meestal comfortabel zijn. Maskers komen in verschillende types en verschillende groottes en dat laat toe om voor iedere patiënt het meest geschikte maskertje te vinden. Er zijn diverse types maskers. Er zijn maskers die gericht zijn om de luchtdruk over te brengen via de neus, via de nasale route. Dat zijn de neusmaskertjes en die komen ook in verschillende modellen. Er is een klassiek model dat rond de neus aansluit, het nasale masker. Maar er zijn ook maskers die gebaseerd zijn op kussentjes die in de neusopening worden aangebracht. En dan zijn er ook nog maskertjes met minimaal contact rond de neus. Anderzijds zijn er maskers die rond de neus en de mond worden geplaatst, de zogenoemde full face maskers. En die worden gebruikt als CPAP via de nasale route niet mogelijk zou zijn of te veel bijwerkingen geeft. Innovation and you. Philips.